De viering van Eid al-Adha, de tweede grootste feestdag in de islam, herinnert vooral de moslimgemeenschap aan de ernst om gehoorzaam te zijn jegens God de Almachtige en te delen met je medemens. Dit was de rode draad tijdens het Eid al-Adha gebed van de Surinaamse moslimassociatie SMA. Eid al-Adha is het offerfeest dat eerbiedt aan de bereidheid van Abraham om zijn zoon te offeren als een daad van gehoorzaamheid aan Gods bevel. Minister van Binnenlandse Zaken, Bronte Sumohardjo, ziet het belang van offeren niet alleen in teken van gehoorzaamheid aan God, maar ook in bevordering van liefde in de vorm van delen met elkaar. En wij als mensen moeten ook leren om te offeren. Wij als leiders moeten begrijpen dat als wij geen tijd en energie in ons volk offeren, dat wij geen goede leiders zullen zijn, maar ook echtparen moeten begrijpen, als zij niet bereid zijn om veel geld te offeren, zal hun huwelijk nooit goed zijn. Ook ouders moeten begrijpen, als zij niet bereid zijn om voor hun kinderen te offeren, zal de opvoeding nooit goed zijn. Dus wij moeten leren offervaardigheid tonen. En deze dag leert ons als moslims om vooral onze harten te reinigen. Onze harten te reinigen van de ziektes waar wij als mensen veel last van hebben. Ziekte als jaloezie, ziekte als afgunst, ziekte als hebzucht. Daar kunnen wij deze dag goed voor gebruiken om de offer die wij doen aan de Almachtige, om hem te vragen om onze harten van deze ziektes te reinigen. Sumohardjo zegt dat de verschillende positieve uitwerkingen van het offeren zeker ook van toepassing zijn in het dagelijks leven en zelfs op bestuurlijk niveau. De bewindsman vindt het belangrijk om deze boodschap mee te dragen in alles dat je als mens onderneemt. Vooral in deze moeilijke tijd, en ik blijf het zeggen, zal de offervaardigheid, de eenheid, de bereidwilligheid om elkaar te ondersteunen, zal het vergemakkelijker om naar betere tijd te komen. Dus u heeft het perfect gezegd, offeren en delen, dat is wat we moeten doen. Er is zoveel in de wereld, maar nu vooral in deze moeilijke tijd, laten we die hebzucht, wat we in onze hart hebben, laten we de angst wat we in onze hart hebben, dat er niet genoeg is voor ieder, laten we dat weghalen. En dan zult u zien dat het met dit land Suriname goed komt. Vergeet niet, we hebben heel veel olie gevonden. We hebben maar 600.000 inwoners. Maar dan nog zullen we falen als we niet bereid zijn om met elkaar te delen. We zullen falen als we niet bereid zijn om voor elkaar te offeren. Net zoals een echtpaar moet offeren om hun huwelijk te moeten slagen, moeten wij als bevolking ook voor elkaar kunnen opofferen. Ik als leider moet mijn tijd, mijn energie kunnen offeren voor het volk. En het volk moet onderling solidair met elkaar kunnen zijn.